Dit buurtcentrum in het dorp Sega is een van de plaatsen waar jongeren computertraining krijgen. Lavina Atieno is 20 jaar en ze ziet opeens een toekomst voor zichzelf en haar dochtertje. When I get computer knowledge, I want to be a computer engineer. That is my plan ahead. En zo zijn er 100 studenten die ICT leren in deze Sega Silicon Valley. De zacht verlichte computerlokalen zijn een scherp contrast met de buitenwereld. In deze boerengemeenschap van 10.000 mensen hebben slechts enkele van internet gehoord. I don't know internet. Dat het digitale tijdperk nu juist hier landde, komt vanwege de Keniaanse zakenman James Ofwona. Hij woont in Polen, maar is geboren in Sega. En hij wilde zijn dorp helpen en verzamelde genoeg geld om draadloos internet aan te leggen bij 7 scholen, een ziekenhuis en een politiebureau. Een investering van €400.000 die de ICT laat doorcijpelen in nog maagdelijke gebieden. ICT kwa huku ni gharama mingi sana. Kwenda kwa Ford, wende kwa shule upate ICT ujue. Maar er is nog een lange weg te gaan. Vooral de oudere generaties zijn aan het leven gewend zoals het is. En volgens de teamleader van Sega Silicon Valley heeft zelfs de jeugd een duwtje in de rug nodig. We tell them there is a better perspective in life. You can change your thinking and live a better life. En zo zijn 500 studenten opgeleid in de afgelopen 2 jaar. En velen hebben zelfs nu een baan. En om nog meer studenten op te vangen, wordt binnenkort een nieuw outsourcecentrum geopend. En dat betekent dat 100 afgezonderde scholen opeens de hele wereld aan hun voeten hebben.